Ja, super. Geweldig. Na ruim 8 jaar wachten is het eindelijk zover. Het nieuwe stripalbum van Asterix en Obelix is uit. In dit avontuur gaan ze op bezoek bij de Picten, het oude volk van Schotland. Het eerste album kwam ruim 50 jaar geleden uit. De strips zijn ondertussen in 70 talen uitgebracht. De oplagecijfers van alle albums lopen in de miljoenen. Striptekenaar Gai Moerzam gaf vanmorgen een speciale Asterix en Obelix workshop in het stripmuseum. Volgens hem is de populariteit makkelijk te verklaren. Het zijn gewoon Galliërs die gewoon vechten tegen de Romeinen, laat ik het zo maar zeggen. En wat is nou leuker om af en toe gewoon tegen de machten die in het spel zijn tekeer te gaan en dan ook nog te winnen. Dus daar draait alle Asterix en Obelix albums om en ja, dat vind ik gewoon leuk. In 2005 kwam het laatste originele Asterix en Obelix verhaal uit. En fans wachten gespannen af of het nieuwe verhaal aan hun eisen voldoet. Als je nou de tekeningen bekijkt, dan kun je toch stellen dat Convar een toptekenaar is. En de humor komt natuurlijk ook terug. En dan heb je als scenarist denk ik een goede prestatie geleverd. Fans kwamen vandaag al naar de winkel om het nieuwe verhaal op te halen. Ik wist dat hij uit zou komen en ik was heel nieuwsgierig naar de nieuwe tekenaar. En ik wou ook even eerder zijn dan mijn zusje me heeft. Dat is ook een beetje de kwestie van eer als het nou weer liefhebber, ja. Hoe lang het ook geduurd heeft voor dit album uitkwam, wie de favoriete figuur blijft, is wel duidelijk. En binnen de Galliërs is Obelix natuurlijk de leukste. Waarom? Meest komische karakter. Obelix, zonder twijfel. Obelix is voor mij de goedzak. Zeg maar, die heel naïef als een klein kind de wereld nog in kan kijken. Wat ik ook af en toe gewoon nog heb. En dat is gewoon het leukste. Hij is lekker leuk om te tekenen. Je mag natuurlijk nooit zeggen dat hij dik is. Maar dat zeg ik tijdens de workshop natuurlijk wel. Want dan weten kids tenminste dat ze wat groter moeten tekenen. Maar gewoon de leukste, de meeste humor zit hem vaak in de grappen met Obelix. Wie benieuwd is naar het hele verhaal, het stripalbum is in het gehele land te krijgen.